adem komen. Dan doe je toch een paar keer yoga en hardlopen per dag. Of nee, niet per dag. Maar... Nee, dat mag ik niet. Ik krijg het allemaal niet voor niks hoor. Nee, gelukkig twee, drie keer per week. Probeer te halen. En ik merk dan dus wel weer op zo'n dag als vandaag dat ik dat ook nodig heb. Gelukkig speelt Arno al heel mooi. Nee, lieve mensen, ik wil jullie vast heel erg bedanken dat jullie er waren. En ik vind het altijd heel erg leuk om in Haarlem te spelen. Ik weet niet of iemand mij volgt op Facebook of op Twitter, maar ik had vandaag een foto geplaatst van dat ik hier in Haarlem op de Menno Talent Show begon met zingen. En dat was, dat deden toen Lina, Roos en Jessica. Mijn vriendinnetje die Roos was, die staat hier ook ergens, goed is ergens. Oh, wat waren we jong, echt van die puppies. En eigenlijk, ik was eigenlijk de slechtste, want ik heb ooit van Olaf, ja. Die opname die ben ik dus kwijt, kan je me die nog een keer sturen? Maar die opname die heb ik toen een keertje gehoord en ik dacht, jezus, ik was eigenlijk ook echt de slechtste van ons drieën. Maar ik had wel twee coupletten. Korte broekjes, nooit veranderd. Maar dit volgende liedje is eigenlijk heel serieus, dus ik probeer er even in te komen. Het gaat over dat je soms je heel erg alleen voelt. En ik denk dat iedereen hier in de zaal dat wel eens heeft. En gelukkig is er altijd beter zelf voor jezelf, maar ook af en toe zo'n maan als je s'avonds op straat loopt, waar je tegenaan kan praten. De Mongol Guiding Home. Under the stars, under the sky, I feel so lonely, don't ask me why, but somehow tonight it feels like rain. The man on the moon is smiling at me, he wants to save me, but I can't see. You worry.